De politiek verliest een groot persoon, een echte man van het volk. Dat zei minister van Staat Willy Klaas gisteravond in onze extra live-uitzending. Willy Klaas was erg geschrokken door de plotse dood van Stevaart. Vooral zijn positivisme moeten we ons lang blijven herinneren, zegt hij. Ik heb hem leren kennen als een gewone cafébaas. Geen grote intellectueel, maar vanaf het eerste gesprek met hem, ja, dat was iets speciaals. Die man die had begaafdheden die je elders zelden vond. Een echte man van het volk, zo kende Willy Klaas Stief Skevaert. Het was Willy Klaas die Skevaert de politiek inloodste. Onder zijn hoede werd Skevaert de eerste socialistische burgemeester van Hasselt en later een echt icoon voor de partij. Stief was voor ons allemaal een begrip geworden, hè. En een voorbeeld, de manier waarop hij de partij terug op ongekende electorale hoogte heeft gebracht, dat was Stief. En hij had soms van die originele invallen die mij zelfs deden schrikken. Maar het was een geboren politieker, dat is later gebleken. Wat Skevaert echt typeerde was zijn ongekende positieve mentaliteit, zegt ook Peter van Veldhoven, Lommels burgemeester en voorzitter van SPA Limburg. Stevenson, het verschil met vandaag en de tijd van Steve vind ik dat Steve heeft het positivisme in de politiek gebracht. Het was altijd een positieve boodschap die hij bracht, met creativiteit, met verrassende dingen. Hij maakte politiek aantrekkelijk voor veel mensen, ook voor jonge mensen, die ook, denk ik, dankzij Steve die stap hebben gezet. Maar ook voor gewoon kiezers, mensen in de samenleving die politiek plots toch weer interessant genoeg vonden om over na te denken. Steve was ook iemand die nooit groepen of mensen tegen elkaar opzette. Hij ging voor zijn positief project altijd. Dat het nu zo moet eindigen, had niemand ooit zien aankomen. Maar gisteravond werd het dan toch bewaarheid. Het parket bevestigde het nieuws tijdens een persconferentie. De politie van Hasseldie heeft de fiets van meneer Stevaert rond de middag aangetroffen in het kanaal. In het water daar werden ook twee jassen aangetroffen die aan meneer Stevaert toebehoorden. Uiteindelijk hebben daar omstreeks 17 uur en mits inzet van sonarboten en duikers een lichaam aangetroffen. Ondertussen blijkt dat het inderdaad over Stief Stevaert gaat. Het was een mokerslag, hè. Ik denk, Stief was vooral een vriend van iedereen. Hij heeft me ook een stuk in de politiek begeleid. Ik denk dat hij van veel mensen coach was. Stief was briljant en bevlogen, denk ik, als politieker. En laten we het daar vooral bij houden. Ik denk dat de herinnering aan Stief moet zijn van eigenlijk een engel die iedereen bevruchtte met de politiek en de lach en heel veel optimisme altijd in zijn leven gehad heeft. Dus ik kan me nog altijd niet verzoenen met het idee dat hij er niet meer is. Dus ik blijf in mijn gedachten Steve meedragen als een opgewekte kameraad. Opgewekt. Zeer talentrijk. Zeer talentrijk. Belgische politiek, al was hij eruit, verliest een belangrijk acteur. Een belangrijk acteur, Armand Schreus. Ja, in die one-liners van Stief Stevaert, daar zat ook altijd een vleugje humor in. Dat moet u als humorist toch altijd geplezierd hebben? Ja, want dat was echt een creatief proces, hè. Hij noemde dat kromdenken. Hij zei altijd, wij moeten meer kromdenken. En dat is ook hetgene dat mij zal bijblijven van hem. Hij ging heel vaak uit van verwondering. En op die verwondering kon hij dan komen tot ideeën. Dus wat zijn kromdenken was, hè. Hij was ook een echte vrije jongen. In het begin had hij cafés zonder vaste brouwerij. Dus hij was echt een vrije jongen. Mm-hmm. Hij gaat op de lijst staan van de socialisten. Hij had blauwe affiches. Dus hij deed echt in het begin dwarse dingen. Maar dat is er eigenlijk altijd in gebleven. Toen hij dan minister was, heeft hij als socialist een stuk belastingen afgeschaft. Kijk- en luistergeld afgeschaft. Dat vond ik een grote verwezenlijking. Want daarvoor moest hij eigenlijk het hele land overtuigen. Ja. Want ondertussen gunde niemand hem dat succes nog. Die bussen waren al gratis. En men bleef niet gratis dingen
dingen toestaan, want dan werd hij alsmaar sterker. En toch kreeg je zo'n dingen nog klaar. Ja, hij was bijvoorbeeld ook de man van de flitspalen. Hè. En daar zei hij over, om 220 km per uur te rijden, heb ik twee auto's nodig. Ja, voilà, inderdaad. We kennen zijn quotes. Ja, ja, ja. Maar die kwamen niet zomaar tot stand. Daar werd wel goed over nagedacht. Het werd allemaal afgetoetst. Ja, want hij praatte met veel mensen. Hij toetste dat af. Hij zei tegen een aantal mensen altijd, ja, wat denk je ervan als ik het zo zou zeggen? En zo begon dat dan op de duur vorm te krijgen. En uiteindelijk had hij dan een goede quote klaar. Ja. Wat moeten we nu onthouden van deze man? Wat is zijn politieke erfenis? Ja, los van de concrete projecten vind ik dat hij een creatieve denker was. Op een manier zoals ik dat nooit heb gekend in de politiek. Hij was de man van creatieve oplossingen. En het heeft nu geen belang welke kleur dat was. Maar hij probeerde eigenlijk vastgeroeste dingen op een creatieve manier los te krijgen. En dat is zijn verdienste geweest. We gaan hem missen in Limburg? Ja, natuurlijk. Hij was een unieke man. Hè? Absoluut. Armand Scheurs, hartelijk dank voor de komst naar de studio.